Zoals de titel belooft, gaan we Poolse Thunderkings afsteken. We hebben verschillende soorten, maar eigenlijk maar van één merk, namelijk... Funke. Nou, trouwens deze niet. Ja, dat is een Nederlandse. Dat is een bonus dit. Precies. Als je even hier naar beneden filmt, laten jullie precies zien hoe de Thunderkings hier zijn. Dit zijn de grotere. Die zien er ook wel veelbelovend uit. Zo, en hoe? 40 gram, dacht ik. Ja, die wilden we eigenlijk s'avonds doen, jongens. Maar het gaat s'avonds best wel hard regenen, dus... Ja, dus we moeten wel even improviseren. Moeten we inderdaad een keuze maken. Hier zo, normale Thunderkings van Funke. Salute. Klote plakband altijd. Check. Kleine Thunderkingetjes. Die zien er wel mooi uit dit. Het zijn eigenlijk gewoon normale formaat. Hoe wij ze kenden. Voor de mensen die zich afvragen, gewoon hetzelfde als Nederlands Thunderkings. Qua formaat. Ja, alleen in Nederland zijn ze dus verboden. Deze ook. Die zijn wel heel mooi man, een labeltje. Ja, labels goud, raar hè? Ja. Wat is dit dan ook? Die hebben we nog niet gezien. Screamshots. Ik denk ook wel heel benieuwd. Iets groter dan die andere, zo te zien. Oh ja, oh ja. Deze zijn iets dunner volgens mij. Ja. Langwerpiger. Nou ja, al met al verschillende soorten Thunderkings. Die we even gaan testen. Ik heb wel ergens in oktober een video gemaakt over het feit dat de nieuwe Thunderkings in Nederland eigenlijk hetzelfde zijn. Er komt heel veel met dubbele knal, zelfs triple knal of scream. Of titanium effecten. Maar dit is dus nog hoe wij ze kenden. Ik dacht van, even gewoon testen hier in Polen hoe ze zijn. En vooral Funke. Heel bekend merk. Yes. Ah, ze schieten gewoon eruit, hoor. Nederlandse. Die was niet zo heel hard, man, deze. Dan gaan we gelijk over naar die van Funke, toch? Ja, daarom. Zet die apparaten maar even neer. Kijk hier. Kijk joh, yes. Wat een dingen. Yo. Holy moly. Ben benieuwd. Kutsie. Ja man. Zag je die staart? Zonder dat die donker is man. Maar ja. We kunnen er wel een paar bewaren. Ja, maar het gaat regenen. En dat is nogal. Dat is echt kut. Oké dan. Die zijn echt van de betere kwaliteit, jongen. Die was goed, man. Besef dat er maar 15 euro was, hè, vier stuks. Echt, hè? Dat betaal je in Nederland voor de nieuwe. Ja, snap je. Echt mooi, man. Staart is echt ziek. Kijk, yes. Ja, die kleine Thunderkingetjes. Helaas is de batterij bijna leeg. Dus hoop dat we het redden, gek. Opnames, zelfs drie tegelijk. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Goeie knal, man. Goed, man. Kijk. Zeker, veel beter dan wat we in Nederland kennen. Ja, ik weet nog wat leuk, hè. Zo. Er gaat blauw dat er ook paars man. Ziek. Oké. Okay. Nou. Let go. Even die apparaten. Ik denk zeker wat lager aan. Misschien dicht op elkaar. Ja. Die had ik niet op beeld. Doe die screen. Het begint weer met regenen man. Daarom. Regen en onze batterij is leeg. Oh ja. Hoe verrot is dat? Je gaat... Wai, yo. Een zieke kick kunnen maken, man. Zei je? Zou je een zieke kick mee kunnen maken? Ja, een ziek project. Ja. Die gil. Jongens. Is dat ook die geel? Ik weet niet, want dit hebben we nog niet gedaan.
Oh, drie gewoon. Whistling. Okay. Kijk uit, man. Kijk uit. Ah, lukt niet, man. Zo, een lontje naar mij. Die geel is zo ziek. Alleen die knal mag iets later, man. Alle drie even één. Doe maar, man. Yes. Yes. De bosjes in. Die zijn zo ziek in een 10-uur project of zo. Ja, mooi. Dat is wel leuk. Wel de gillers van een Thunder Kings, gek. Ja, man. Ja. Nou, jezus. Dat staat op beeld, gek. Ja, dat wel. Probeer zo veel mogelijk. De tweede was het harder. Zo, die whistling is ziek! Die ene die gooide die andere op, zeg maar. Ja, ja, gevaarlijk, man. Laatste. In de boom. Heel ziek dit. Hele zieke producten. Ja, ik zal hem staan, man. Ja, jongens, zoals jullie kunnen zien, de Poolse Thunder Kings zijn toch wel het beste. Die waren echt heel goed, deze. Die kleintjes. Vooral deze van Funke. Vooral die screaming vond ik lauw, man. Dus laat even weten in de reacties welke Thunder King jij het beste vond. Qua knal vond ik die grootste natuurlijk het mooist met effecten. Alleen, ik vond die scream van Funke vond ik wel het beste. Gewoon geel en dan knal. Ik hou gewoon van dat soort geel effecten bij Thunder Kings. Jij? Ik vond die wel het beste. Ja, klopt. Ik vond die inderdaad het mooiste. Maar die whistling was ook raar. Dus bam. Ja, die knalde ook, hè? Ja, die knalde ook. Maar die was echt raar, man. Ja, dat was heel mooi. Klopt. Maar ik heb speciaal voor jullie even een video opgenomen van de Poolse Thunder Kings. Omdat ze natuurlijk in Nederland weg zijn. De single shots. En daarom dacht ik van, ik ga hier even de leukste bij halen. Van Funke natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat even een reactie achter. Volg ons op Instagram @pyroteamdelft. En morgen hebben we gewoon weer een upload, jongens. Tot morgen.